this is it. Ja, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe commentaar van Team Pino. Ik ga praten nu veel snel, want ik weet niet waarom. Maar ik ben er dood gegaan op dat stukje. Op dat stukje dat je laatst hebt gezien. Ik ging teruglopen, want ik wist niet wat ik moest doen. Ik ben dus dood gegaan. En hier staat, you must be an idiot to die if you died in the nether. Please continue through here if you didn't start the map. Maar hoe wou... Oké. Zo. Have you noticed that it's the first room where you can actually die? No? Well, that's true. Because of this, I've decided to include a checkpoint system. This will only be on the levels where you can die, so don't get too excited, not even things. It's important place. Oké. Dus ik ben hier weer. Mooi. Maar ik reset die alles. Dan kan ik even kijken. Nee. Shalalol. Heeft iedereen 5 mei overleefd? Zal wel, hè. This one of the important places. Did you find all one and two items? You still get ready for some soul sand action. Super slow stuff here. Going through the longest, hardest and longest level yet. Okay. Ik ga straks wat opnemen voor mijn andere kanaal, wat ik jullie heb verteld. Dat kanaal. Nou, nog niet echt heb verteld. Het is allemaal gelezen. Kijken of alles er nog in zit. Nee. Het is een Engels Team Pino kanaal. Ik ga daar ook adventure maps doen. Ik ga proberen wat er beter in Engels commentaars te worden. En dan ga ik proberen de... Ook wat ik op... Oh, dat had ik niet door. Wat ik op de cinema ook doe. Dat ook in het Engels te doen. Want ik ben ook echt de enige die dit doet. En ik moet hier overheen lopen. Hop. Boom. Ik zie niks. Terug mooi, snel. Swim. Oké, ik zag niks. Zie je wel? Oh, daar. Ik zie het. Dan ga ik proberen hetzelfde te doen als bij de cinema. Maar ik ging hier dood, dus ik ga even... Niet weer doodgaan. Waar moet ik heen? Ik wil me drinken. Ze laten me even drinken. Nou. Waar moet ik heen? Ik zie daar wat. Misschien kan ik het redden. Snel. Oh, dat was glas. Oh, nasty. Nou, ik sluit het even over. Ik zie je straks even. Oké, ik ben in je kamer met al die piramides en ik ben hier zo in die Epsilon ding gekomen. En you shall be miserable. Want ik zag opeens een gat in de hoek van de kamer zitten en kijk wat hier zit. Ja. Dus ik kan nu een heel maken. Ik heb de rest dus niet. Zo jammer. Zo. F5. Woehoe. Yeah, kan je niet. Haat jullie dat ook zo? Het is 1.5. Lopen. Au. Ik word hier echt helemaal gek van. Tja, na na na.
Aan de overkant. Weet je, ik gebruik gewoon een plek. Stil. Goed zo. Weet je, ik gebruik gewoon een pressure plate. Anders kom ik nooit verder. Oeps. Oké. Okay, dit ga ik even skippen. Ik zie jullie straks daar boven. Oh wacht, dit moeten jullie zien. Ik heb een manier gevonden om nog steeds ladders te besparen. Kijk. Je plaatst hem zo. Ga hierop staan. Spring daarheen. Ga hierop staan. Spring daarheen. Ga hierop staan. Spring daarheen. Ga hierop staan. En zo bespaar je toch die ladders, hè? Misschien bespaar je nu wel meer dan normaal. Volgens mij weet ik dat wel zeker. Eigenlijk. Oh, fuck. Maar het is wel heel irritant. Om het goed te geven. Deze moet weg. Up. Yeah. Yeah. Good grief. You've gone so far. I'm proud of you. How about one last level? I promise it isn't hard. Drop everything in here, including your armor. Nou, ik had hem net. Oei. Blijf liggen. Lava! Alles van lapis lazuli. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik lees ervoor. This used to be a quarry. Now it's a meteor lake. It is said that it processes specially powers. Oké. Ik lek een beetje. Zet me even op een andere video settings. Short. Hey, squid. Oké, wat moet ik doen? Dit is super irritant. Kijk, ik zie lava. Zit dat onder? Nee. Gaan we even hier naar beneden. Ik zie daar een bordje staan. En er staat... 4 is key. Oké. Voor een ski. Voor. 4. Wat zal dat betekenen? Het is echt super donker. Wat betekent voor een ski? Dit is 6. Dit is 4. Omhoog? Nee. 4 is key. Goeie aanwijzing. Daar heb ik ook echt wat aan. Ik moet toch alleen mijn wolf nietigen. Squid. Hey, help me, squid. Squid opdrogen. Squid dood. Ah, oh, die gepil. Oh. Hey. Fishing rod. Squid opdrogen. Oh ja, dat is een challenge, wacht. Zo snel mogelijk de fishing rod maken. Yeah. En snel weer omhoog. Wacht. Nee. Oh. Dan gaan we vissen. Wow.
viel ik er bijna in. I'm a fish. I fish. Ik denk dat het einde is van de, deze let's play. Ik ga een nieuwe zoeken. Oh nee, ik heb er nog eentje. En die gaan we dan doen. Dus ik zie jullie later weer. Ik denk subscribe, hè. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan lieve comment, rate, alsjeblieft met een groen duimpje. Als je het niet leuk vond, je weet wat je moet doen. Ik zeg later.